Rauramid iedereen, dit is Sashi weer met een video. En vandaag ga ik het hebben over een sociaal-maatschappelijk issue dat ik, uh, dat ik al een tijdje zie uh, borrelen in Suriname. En uh, wat zich op verschillende manieren uh, manifesteert. En ik heb het recentelijk zich weer zien manifesteren op uh, 2 november. En daar wil ik het even over hebben. Kijk, er zijn een aantal issues op deze wereld dat als je ze negeert, dan verdwijnen ze. Dan, dan gaan ze dood. Maar er zijn een aantal issues op deze wereld, dat als je ze niet aanpakt, als je ze niet tackelt, dan ga je later gewoon terugkijken en zeggen van, hé, hey, hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? En daarom wil ik dit bespreekbaar maken met de hoop dat wij op een menselijke manier, op een verlichte manier, dit gaan benaderen en uh, kunnen komen tot uh, een, een verlichte oplossing uh, um, en, en, en broederschap. Laat me dit even wat context geven. Op twee... Oktober wordt de internationale dag van geweldloosheid gevierd? De International Day of Nonviolence. En de reden waarom het op 2 oktober wordt gevierd is omdat het de verjaardag is van Mohandas Karamchand Gandhi of Mahatma Gandhi. En hij wordt op, die dag, uh, op die dag wordt hij geëerd. Waarom? Want hij heeft geëxcelleerd. Hij heeft kunnen wijzen dat geweldloosheid. Een essentieel en belangrijk denkwijze is voor niet alleen maar India, maar de hele wereld. Hij heeft kunnen wijzen dat deze denkwijze zo belangrijk is voor harmonie en vrede op deze wereld, dat niet alleen maar de mensen in India, maar alle mensen op deze wereld dit idee zouden moeten kunnen incorporeren in hun denkwijze, in hun doen en hun laten. Gandhi. Stond dus voor geweldloosheid. Maar geweldloosheid is iets heel bijzonders, iets heel moois, waarover je even moet nadenken. Want de norm is niet geweldloosheid op deze wereld. Overal op de wereld heb je geweld. Er zijn zoveel plaatsen op deze wereld waar er oorlog is. Er zijn zoveel plaatsen op deze wereld waar er uh, militaire dictaturen zijn, waar het volk wordt onderdrukt of zelfs vermoord. Er zijn zoveel plaatsen op deze wereld waar mensen religieus worden onderdrukt. Er zijn zoveel plaatsen op deze wereld waar een kleine groep mensen, een groep oligarchen, macht hebben over de pop uh, populatie en het volk onderdrukken en leegroven. Er zijn zoveel gevallen op deze wereld waar mensen op straat elkaar uitmoorden, doodmaken, beroven. Er zijn zoveel gevallen op deze wereld waar binnen gezinnen mensen elkaar onderdrukken. En niet alleen maar fysiek geweld gebruiken, maar verbaal geweld gebruiken. Um, psychisch geweld gebruiken tegen elkaar. Waardoor mensen helemaal getraumatiseerd eruit komen. Hoeveel kinderen groeien niet op in zulke omstandigheden? Ook in Suriname. Dus geweldloosheid is niet de norm. Het is iets bijzonders. En op 2 oktober wordt dat. Onderstreept van mensen: begrijp hoe belangrijk en hoe mooi geweldloosheid is. En kijk in je leven en kijk om je heen van hoe kan jij conflicten of problemen op een geweldloze manier aanpakken of oplossen. Kijk, Gandhi stond niet alleen maar voor geweldloosheid zomaar, hè? hij heeft ook gevochten, want ja, je kan, je kan ook vechten voor iets op een geweldloze manier. Hij heeft gevochten voor de onafhankelijkheid van zijn land. Hij heeft gevochten voor de soevereiniteit van zijn volk. Hij heeft gevochten tegen het leegstrippen van zijn land van natuurlijke hulpbronnen. En dat die natuurlijke hulpbronnen gingen naar de kolonisator, in dat geval Engeland. Hij heeft gevochten tegen de zware taxatie dat zoveel geld van India weggehaald werd, weggerukt werd en ging naar Engeland. Hij heeft daartegen gevochten. Als hij nu in Suriname zou leven, dan zou hij ook strijden tegen uh, het wegstrippen van Surinaamse natuurlijke hulpbronnen en dat bijvoorbeeld hout en goud zo massaal weggehaald wordt en, 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 en wordt geëxporteerd naar het buitenland, zonder dat het volk daar echt profijt van heeft, dat maar een kleine oligarchische groep daar profijt van heeft en dat het volk dat niet terugziet in haar portemonnee of in de ontwikkeling van haar kinderen. Hij zou daartegen strijden. Daartegen was hij. Hij zei: Kom op voor jezelf, kom op voor je land, maar doe het op een geweldloze manier. Want geweld brengt nog meer negativiteit. Het brengt nog meer dood en verderf met zich mee. Dus dat is wat op 2 oktober wordt onderstreept en wat wij eren, wat wij respecteren. En dit is een universele boodschap dat van toepassing is voor iedereen op deze wereld. Nou, mind you, dat. Mahatma Gandhi, wanneer wij hem eren, dan zie je een beeld dat rust en vrede uitstraalt, dat soevereiniteit moet uitstralen, dat, dat moet uitstralen van wacht even, wij strijden op een geweldloze manier voor onze rechten. Wat afgebeeld wordt is die Gandhi die de wereld eigenlijk heeft leren kennen, op latere leeftijd, hoe hij was op latere leeftijd. Gandhi als advocaat wordt niet geëerd. Daarom zie je ook geen standbeeld van hem in een soet uh, met een das, een westerse zoet en das. Nee, want de advocaat Gandhi wordt niet geëerd om zijn advocatuur. Je ziet ook geen standbeeld van hem als militair. Hij is een medic geweest in het leger. Maar dat doet er niet toe voor ons. Want de soldaat Gandhi wordt niet geëerd. Nee, wat wordt geëerd? De man die stond voor soevereiniteit van zijn volk. De man die stond voor uh, geweldloosheid. Naar alle partijen toe. Ongeacht hun afkomst, ongeacht hun religie, ongeacht hun etniciteit. Dat deed er niet toe. Daar verstand hij. Geweldloosheid. Daar verstand hij. Dat wordt dan geëerd. En het is een prachtig iets. Zoals ik zei, het is uniek. Geweldloosheid is niet de norm. Want je hebt zoveel geweld op deze wereld. Ook in Suriname. Dus het is niet de norm. Het is iets bijzonders. Het is net als een, een, een kaars in het donker. En het moet gecherished worden. Het moet, het moet uh, geleerd worden aan de medemens. Daarom dat op Gandhi Jayanti, op 2 oktober, over de hele wereld bij zijn standbeelden bloemen worden gezet. Hij wordt bedankt, hij wordt geëerd, maar eigenlijk wordt dat als reden gebruikt om te kunnen praten over het onderwerp geweldloosheid en geweldloos strijden en opkomen voor jouw rechten. En daarom ben ik blij dat uh, in Suriname dat ook gevierd wordt, want in Suriname heb je ook uh, een beeld van Mahatma Gandhi. En dit jaar heeft de First Lady of de nieuwe First Lady van Suriname, mevrouw uh, uh, Santoki, een bloemenkrans uh, gelegd of uh, een mala gegeven aan, uh, aan Gandhi. En dat is mooi. Er is ook gesproken over hem. Er is ook gesproken over geweldloosheid. Dat is heel goed. Ik vind dat het iets heel goed is dat de first lady en de president en of de president uh, van het land. Um, zulke universele internationale begrippen en iconen eren. Want het is van toepassing voor iedereen in Suriname, ongeacht jouw afkomst, ongeacht wie je bent, wie je was, uh, dus waar je vandaan komt, bedoel ik. Maar nu komt het. Ondanks het feit dat dit is gebeurd en ondanks het feit dat dit universele principes zijn, die iedereen, iedereen die weldenkend is, kan begrijpen, is er toch zoveel oppositie geweest en zijn er zoveel negatieve comments geweest. En hier heb ik een paar geplaatst. Dit zijn de meer beschaafdere comments die ik heb kunnen plaatsen, want ik ga de zwaar onbeschaafde anti-Gandhi uh, posts niet plaatsen. Maar ik vind het heel jammer dat dit op zo'n manier is gebeurd. Ik vind het ook heel jammer dat het. Uh, ano 2020 uh, op zo'n manier wordt gedaan. En er waren reacties naar Hindustanen toe. Er waren reacties naar uh, Gandhi toe. Dat, uh, wat heeft zo'n buitenlander te maken? Hij is geen Surinamer geweest. Hij is nooit naar Suriname gekomen. Dus waarom moet hij geëerd worden? Er zijn mensen die hebben gezegd hij is een racist geweest. Allemaal. Met een racistische ondertoon, negativiteit naar hem. Dus kijken naar zijn uiterlijk en dan hem beoordelen en veroordelen. En op basis van simpele negatieve propagandische argumenten wordt hij helemaal afgemaakt. Een man die zijn hele leven heeft gegeven aan geweldloosheid uiteindelijk, um, kan nu, later na zijn dood, gewoon makkelijk zwart gemaakt worden en gewoon vernederd worden uh, en, en afgeschilderd uh, worden als racist. We gaan dat zo meteen even tackelen. Maar ik vind het heel jammer dat het op zo'n manier is gebeurd. En dat er zoveel haat en neid is uh, tussen de twee bevolkingsgroepen, de Hindoestaan en de Kriolen, op deze manier. Dat een internationaal icoon als Gandhi gewoon zo afgemaakt wordt in Suriname. Ik ga je eventjes iets vertellen over mijn eigen leven. Als kleine jongen ben ik uh, op school uh, gepest en het pesterij had een racistische ondertoon, want ik werd uh, uh, afgemaakt om mijn uiterlijk, om hoe ik sprak, uh, dat ik staan ben. En toen ik bij mijn vader kwam met uh, het probleem van, hé, hey, kijk, ik, uh, ik word echt gepest, heeft mijn vader mij heel makkelijk gewoon uitgelegd van kijk, neem ze niet kwalijk, veroordeel niet alle Creolen, veroordeel niet alle mensen die op hun lijken. Dit zijn gewoon kinderen die heel slecht zijn opgevoed door slechte ouders. Want in onze buurt hadden we ook heel veel andere mensen, heel veel creolen met wie ik ben opgegroeid, die gewoon mij normaal behandelden en wie ik ook normaal behandelde. Ze waren gewoon vrienden. En deze denkwijze, uh, wat werd toegepast om, om, om mij te pesten, dat was, uh, uh, dat was gebaseerd op slechte opvoeding. Ik ben heel blij dat ik rond die tijd van mijn vader heb geleerd over het leven van Martin Luther King Jr., en uh, zijn struggles in Amerika, de Civil Rights Movement. Ik ben heel blij dat ik dat op jonge leeftijd, voordat het op de middelbare school werd behandeld, al had geleerd, al kende. Want dit heeft mij ook gevormd. Die denkwijze, die principe van iemand beoordelen op basis van zijn karakter. Iemand beoordelen op basis van hoe hij doet en hoe hij praat. En niet op basis van zijn uiterlijk of op basis van zijn afkomst. Dat vind ik zo'n goed, goede manier van kijken naar de wereld. En kijken naar mijn medemens dat ik dat heb toegepast in mijn eigen leven. Het is een deel geworden van mijn identiteit. Nou, mind you, als je kijkt naar Martin Luther King Jr. en naar mij, dan verschillen we van elkaar. We, hebben, we leven in verschillende tijdperken. Um, hij heeft een hele andere sociale uh, maatschappelijke omstandigheid gehad, uh, ge gekend uh, dan ik. Um, hij heeft uh, andere taal gesproken dan ik, uh, van jongs af aan. Hij heeft uh, een andere religie gehad dan ik. Hij was een christelijke pastoor en ik ben hindoe. Hij heeft uh, andere etniciteit, andere ras. Hij, zijn voorouders komen van ergens anders, mijn voorouders komen van ergens anders. Werelden van verschillen. Ondanks dat kan ik staan achter zijn principe van één geweldloosheid, want hij stond ook voor geweldloosheid. En zijn principes van gelijke behandeling: dat mensen beoordeeld worden op basis van hun karakter, de content of your character, en niet hoe je eruit ziet. Prachtig. Ik heb dat zo mooi gevonden dat ik dat heb gemaakt tot een deel van mij. Maar net als Gandhi was Martin Luther King ook geen perfect mens. En hij had ook gebreken in zijn leven, maar net als Gandhi heeft hij geëxceleerd in iets. Hij heeft geëxceleerd in bepaalde principes die als inspiratie gelden voor de hele wereld. Ongeacht of je ooit in Amerika je voeten hebt gezet, dat doet er niet toe. Het gaat om de inspiratie die je daaruit haalt. Kijk naar bijvoorbeeld uh, Nelson Mandela. Nelson Mandela is ook een bijzondere man geweest. En Nelson Mandela is uh, iemand die heeft in Zuid-Afrika heeft geleefd, waar Gandhi ook had geleefd. En Nelson Mandela heeft gevochten tegen apartheid, tegen, tegen discriminatie, tegen segregatie. Hij is een inspiratie geweest voor heel veel mensen, ook voor mij. Maar hij heeft ook niet een perfect leven gehad. Hij is ook geen perfect mens geweest. Hij heeft ook heel veel gebreken gehad in zijn jongere jaren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat hij is geworden en wa wat hij in ons inspireert, hoe hij ons inspireert. Welke principes kunnen wij toepassen in ons leven, waardoor wij betere mensen kunnen worden? En dit zijn twee mensen die ik aankaar. Maar deze beide mensen zijn geïnspireerd geraakt geweest door, door Mahatma Gandhi, door Mohandas Karamchand Gandhi. Martin Luther King had nog een hele mooie quote gegeven over Gandhi. Uh, waar hij uh, zegt: van, Jesus, Jesus showed the idea, but Gandhi gave us the method. Gandhi unpacked the life of Jesus more than anybody in history. Prachtig dat hij dat heeft gezegd. En um, Gandhi heeft dus Martin Luther King geïnspireerd. Gandhi heeft uh, Nelson Mandela geïnspireerd. Om ook te excelleren uh, en hun eigen leven te beteren. En het leven van andere Amerikanen aan de ene kant en Zuid-Afrikanen aan de andere kant te verbeteren. Dat zegt niet dat Gandhi een perfect mens was, maar hij heeft geëxceleerd in iets en hij inspireert iets bij mensen. Maar nu komt het volgende. Toch, ondanks dat hij, vooral op het einde van zijn leven, zoveel heeft gegeven aan de mensheid, wordt hij keihard afgemaakt of gebekritiseerd voor bepaalde misquotes, en ik onderstreep dat misquotes, die worden verdraaid zodanig om hem zwart te maken, en dat wordt uh, op uh, verschillende fronten gedaan. Aan de ene kant wordt het in India gedaan, want daar heb je een hele sociaal-maatschappelijke politieke bolwerk van heel veel issues, waardoor ze anti-de Gandhis zijn, die uh, nu heel veel macht hebben in India. Die niet eens familie zijn van deze Gandhi. Dus dat, en, en de hele wereld of de rest van de wereld let daar niet eens op. Dus dat laat ik even terzijde. Maar er is een movement, vooral vanuit Amerika, vanuit de marxistische groepen in Amerika, waar ze heel actief anti-Gandhi propaganda doen. om die man zwart te maken. En dat doen ze omdat ze heel graag willen hebben. dat, uh, dat er op een gewelddadige manier geprotesteerd wordt. En dan heb ik het over de Antifa-groep bijvoorbeeld in, uh, in uh, Amerika. Deze groep wilt um, is de militante tak van de Democraten, een beetje te vergelijken met de brown shirts van, uh, van, uh, van, de, van de nazi's in, uh, in uh, Duitsland in uh, de tijd van uh, de Tweede Wereldoorlog. Maar deze groep gebuil, gebruikt gewelddadigheden, gebruikt uh, geweld om te protesteren. En mensen als Martin Luther King en Mohandas Karamchand Gan, worden zwart gemaakt door deze mensen, want ze zeggen: van ja, geweldloze protest is niet goed en niet voldoende om je doelen te bereiken. Heel jammer dat op deze manier actieve negatieve propaganda door deze marxisten wordt gedaan om Gandhi zwart te maken. En nu komt het: deze propaganda komt nu in Europa, komt in Nederland, komt ook in Suriname en wij zijn zo makkelijk manipuleerbaar dat wij gewoon de misquotes en alles lezen, overnemen en erop gaan handelen. Laat me even wat context geven voordat je. Zo uh, beoordeeld van uh, wat Gandhi heeft gedaan of uh, uh, hoe, hoe uh, slecht hij was. Als eerste, er wordt gezegd: jullie aanbidden hem. Hij wordt niet aanbeden, hij was geen perfect wezen, hij, was geen, hij is geen God. Hij wordt gerespecteerd, hij wordt geëerd omdat hij heeft geëxceleerd in een principe dat van toepassing is voor de hele wereld. Hij zelf uh, geloofde niet in uh, om om Mahatma genoemd te worden. Hij hield niet van die titel. Hij zei zelf dat hij een Himalaya aan gebreken had. Hij was uh, um, uh, iemand die heel hard aan zichzelf heeft gewerkt. Heel hard heeft gewerkt aan zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen spirituele ontwikkeling, om te worden wat hij is geworden. Hij heeft uh, heel lang daaraan gewerkt. En uh, James Fowler heeft in zijn boek geschreven, het was een prolonged process of transition and transformation. En wij vergeten dat Gandhi um, een persoon is geweest die heel, heel, uh, heel veel leven, heel veel jaren achter zich heeft gehad, in zowel Zuid-Afrika als in India, om te worden wie hij is geworden. En zo makkelijk hem miskoten en uh, veroordelen zie ik als heel verkeerd. Hij was niet een godheid of iets dergelijks en hij vond zichzelf niet eens een godheid of iets dergelijks. Dus zeggen. Wat hij, dat hij een Indiër was en alleen maar Hindustanen aanbidden hem, dat is verkeerd. Het gaat om een mens die heeft geëxceleerd in een principe dat van toepassing is voor iedereen. Volgende punt. Er wordt heel vaak gezegd, hij was een racist, hij had de hekel aan Afrikanen. Begrijp dit. Indiërs waren toen de tijd door de Britten gebracht naar Zuid-Afrika om ook te werken. Een beetje eigenlijk zoals het hier is gegaan in Suriname. Maar vanaf het moment dat ze daar hun voeten hebben gezet, werden ze gehaat. Sowieso werden ze onderdrukt door de blanken daar, de bezetters daar, maar ze werden ook gelijk gehaten door de Afrikanen die daar woonden. En er werd gevochten, heel vaak werd er gevochten. Ze gingen elkaar doodmaken en vechten tegen elkaar om te overleven. En dat was een opgezette plan. Want de bezetters wisten dat als twee honden tegen elf elkaar vechten, dan kan de derde hond weglopen met alle botjes. Dus de indiërs en de. Afrikanen, de Zuid-Afrikanen, die werden gewoon dicht bij elkaar geplaatst in kampen en in soorten slums, zodat ze gewoon met elkaar zouden blijven vechten en zich niet zouden focussen op de bezetters. Gandhi zag dit in. Hij zag dat spelletje dat gespeeld werd en daarom dat hij had geschreven dat het beter is dat deze twee groepen uit elkaar leven en niet dicht bij elkaar wonen, zodat ze beiden kunnen focussen op wat werkelijk het probleem is in het land. Maar dat wordt gebruikt uit context en dan zeggen ze hij wilde niet samen met de mensen leven, daar met de Zuid-Afrikanen. Nee, hij snapte wat, het, wat voor spelletje gespeeld werd met beide groepen. Daarnaast, omdat hij zijn mond open maakte, is hij in jail gegooid. En omdat hij in, in, toen hij in jail werd gegooid, is hij gegooid met andere criminelen. Hij ging protesteren, hij maakte zijn mond open. Maar hij werd geplaatst door de bezetters in... Een jailcel met andere Zuid-Afrikanen. Met andere moordenaars. Want de bezetters wisten dat als deze twee groepen elkaar toch haten en we zetten hem in, de, in een cel met hun, dan gaan ze hem vermoorden. En dan gaan wij het gewoon zielig vinden, maar wij wassen onze handen met uh, dingen gewoon met onschuld. Want dan is onze oppositie doodgemaakt in jail door de andere groep. Dus die Indiërs gaan dan de Afrikanen de schuld geven en niet ons. Gandhi snapte dat spelletje dat ze aan het spelen waren. En daarom dat hij heeft gezegd dat hij niet met deze uh, groep in jail wilde zijn, met deze savages, want het waren ook moordenaars. Kijk, Nelson Mandela heeft zelf ook gequote dat prejudice was obvious, but Gandhi was reacting here not to African natives in general, but to criminalized natives. Zelfs Nelson Mandela snapt waar Gandhi het over had in zijn brief, in zijn quote. Dat hij het niet had over Afrikanen in het algemeen. Maar dit wordt opzettelijk door de Marxisten gemisquot. om die twee groepen tegen elkaar in te zetten. Dat Hindustanen en Kriolen met elkaar gaan vechten. Dat is, dat is wat er gaande is. Maar de mensen die zeggen dat hij neerkeek op de Afrikanen. die hebben de boeken niet gelezen die, waarin hij gequote is of waarin hij. Heeft, uh, en de artikelen en zo die hij heeft geschreven. Gandhi heeft, zelf, Gandhi heeft zelf gepraat over de Zulu Rebellion. En Gandhi vond het geen war, geen oorlog. Weet je, tussen de boers en de, en, en de natives, de, de Zuid-Afrikanen. Hij vond het een manhunt. Hij vond het heel erg dat de Zuid-Afrikanen, de Zulus, worden uitgemoord daar. Puur omdat zij niet willen buigen, dat zij niet, willen, dat zij niet uh, willen onderdrukt willen leven en dat zij niet zwaar getaxeerd willen worden door de regering. Hij heeft zoveel doden gezien, hij heeft zoveel mensen gezien die helemaal zwaar gewond waren, dat hij een innerlijke transformatie is ondergaan, dat hij van binnen zodanig is veranderd dat hij op een gegeven moment besefte van wacht even, geweld is niet oké. Okay. Daar, op die slagvelden, daar tijdens die oorlog, is hij tot inkeer gekomen en heeft hij gezien van wacht even, dit is niet oké. Okay. Oorlog brengt dood en verderf. Notabene, hij is dusdanig veranderd dat hij ook vond dat het niet goed is voor de blanken. Want het, de blanke soldaten die gingen vechten, die waren ook gewoon footsoldiers. Als zij niet wilden vechten werden zij ook doodgeschoten. En de elite die daar in de top zitten, die gewoon genieten, ongeacht wie wint of wie verliest, zij worden niet geschaad. Maar op de grond zijn alle groepen met elkaar aan het vechten. En Gandhi snapte wat het spelletje was. En daarom is hij tot keer gekomen en heeft hij gezegd: Wij moeten dat spelletje niet spelen. En dat spelletje speel je door de hele tijd geweld te doen tegen elkaar. Ik kwets jou, jij kwets mij. Ik word boos, jij. Ik kwets jou terug. Jij wordt boos, jij kwets, kwets mij terug. En zo gaan wij door. En die derde hond loopt weg met alle botjes. Dat is wat er gebeurde. Gandhi zei: Nee, we gaan dit stopzetten. Dus toen hij naar India terugging en toen hij zich begon te verdiepen in zijn eigen hindoe filosofie in zijn eigen cultuur, in zijn eigen geschiedenis, en hij de Mahabharat is gaan lezen, toen kon hij deze denkwijze, deze gevoelens en het verdriet dat hij had, solidificeren in een hele movement. Hij is niet degene die Ahimsa heeft uitgevonden, non-violence heeft uitgevonden. Nee, het stond al 5300 jaar geleden in de Mahabharat-Puran. Maar hij heeft het gemaakt tot een internationale movement. Hij heeft het kunnen brengen tot de mainstream, waardoor niet alleen maar in India, maar andere landen en andere volkeren het hebben kunnen respecteren. Zelfs niet alleen maar landen die een kolonie zijn geweest, hebben het leren respecteren, maar landen die kolonisators zijn geweest, die hebben het leren respecteren. Dat is een geweldige achievement. Iets dat gerespecteerd moet worden. Want de, deze universele boodschap van geweldloosheid, en de interne struggle van de mens om vrij te willen zijn, ieder mens kan daarmee identificeren, ongeacht je achtergrond, ongeacht welke religie je hebt, ongeacht in welke levenssituatie of fase je bent. Je snapt heus wel hoe belangrijk geweldloosheid is en je snapt heus wel hoe belangrijk onafhankelijkheid is of vrijheid is. Daarvoor stond hij, dat heeft hij gepropageerd. En de mensen, nog iets, de mensen die zeggen hij keek neer op zwarte huid of hij keek neer op Afrikaanse uh, uh, uiterlijke. Die, 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 die kennen het verhaal van Gandhi niet. Die hebben zich niet verdiept in hem. Hij vond van alle Afrikanen vond hij de Zulus de mooiste mensen. Hij vond hun uiterlijk heel mooi. Hij zei: van, hij, the tallest and the most handsome vond hij de Zulus. Hun fysiek vond hij heel mooi. En hun huidskleur, hun ebony huidskleur, vond hij ook heel mooi. En hij heeft die denkwijze ook terug naar India gebracht waar hij de boodschap in India ging propageren van hé hey, wacht even mensen, we moeten onze beauty standards zodanig veranderen dat wij niet alleen maar denken dat lichte huid mooi is. Schoonheid kan in verschillende vormen en verschillende tinten komen. Dat was Gandhi die het toenertijd had gezegd. Voordat ze het in Amerika gingen zeggen van wacht even nee, andere huidskleuren, andere body types kunnen ook mooi zijn. Gandhi zei het eerder. Maar dit soort dingen worden niet gequote. Want mensen zijn actief en opzettelijk bezig die man zwart te maken. Om die man gewoon neer te halen en hem uit te vegen. Nee. Kijk mensen. Suriname is een mooi land. Suriname is een bijzonder land. Maar Suriname is nog een heel jong land. Suriname is eigenlijk pas geboren. Maar de mensen die in Suriname wonen. De mensen, wij. Wij hebben historie. Wat... Een historie dat veel ouder is dan Suriname. Alle volkeren die hier komen of zijn gekomen en ons volkslied zegt toch hoe wij hier ook samen kwamen. Alle volkeren die hier zijn hebben een historie, hebben een traditie, hebben een cultuur, hebben een religie dat heel oud is. En dat alles hebben wij hier samengebracht. Wanneer wij openstaan, geweldloos zijn en met openheid kijken naar elkaar... En open genoeg staan om te leren van elkaars cultuur, religie en traditie. Dan gaan wij dit land kunnen maken tot een beter land. Belangrijker nog, we gaan het niet alleen maar kunnen maken tot een beter land voor onszelf. We gaan als, kunnen functioneren als een baken voor andere landen, voor andere volkeren. Als een van de meest succesvolle multiethnische, multiculturele en multireligieuze landen op de wereld. Dat kunnen wij bereiken. Maar dan moeten we die openheid hebben. Dan moeten wij die ideeën en die denkwijzen van mensen als Gandhi toepassen in ons leven. Van Martin Luther King moeten we kunnen toepassen in ons leven. We moeten de ideeën van Nelson Mandela kunnen toepassen in ons leven. Maar als wij dat niet doen, deze universele mensen die misschien nooit Suriname hebben gezien, maar wiens ideeën wel van toepassing zijn voor Suriname, wanneer wij dat kunnen toepassen in ons leven, wanneer wij dat kunnen implementeren in Suriname, gaan wij excelleren. Net als zij hebben kunnen excelleren in hun leven. Mensen, kijk, wij zeggen hier. We geloven in vrijheid, we geloven in onafhankelijkheid, we geloven in gelijkheid van de mens. We geloven in dat, dat de mens moet behandeld worden op basis van zijn karakter en niet op basis van zijn uiterlijk. We zijn tegen segregatie, we zijn tegen uh, uh, geweld tegen elkaar toch? Dan moeten we dat ook toepassen. Dan moeten we ook op social media openlijk zijn naar elkaar toe en, in liefde en, in, en, en met liefde en met respect met elkaar praten en proberen te leren van elkaars culturen. Wanneer wij elkaar op deze manier zo afmaken, weet je hoe negatief dat is, weet je hoe slecht dat is? Dat is niet oké. Okay. Wij hebben de kans om dit land te kunnen maken tot iets beters, iets mooier. Mijn hoop is dat alle bevolkingsgroepen leren van elkaar. Niemand zegt je om je cultuur te laten, niemand zegt je om je religie te laten. Leer van elkaar. En word meer dan je was. Dat is het enige. En samen zullen we veel meer worden dan wie dan ook gedacht zou kunnen hebben. Dat is het voor vandaag. Ik hoop dat je hebt begrepen wat ik probeerde over te dragen. En mijn hoop is dat wij kunnen werken naar een harmonieuze Suriname. Dankjewel voor het luisteren. Als je vindt dat dit uh, waardevol is, ik waardeer dat je zo tot het einde hebt geluisterd. Ik ben al op een half uur. Ik waardeer dat je hebt geluisterd. Als je vindt dat dit uh, belangrijk is of, of, of goed is, geef het een like. Subscribe op mijn kanaal. Deel het met je vrienden en kennissen. Mensen die ook wat aan zullen hebben. En tot de volgende keer. Rabram.